Vandaag speelt de renkerel als Leo. Goedendag, hoi, ik ben Leo. Leo paardenstadje in het stadje genaamd Ignite. Hij ontmoet mensen zoals opa John. Wat? Ik wil even een peukje roken, mag dat niet? En koopt zijn eerste auto. Hoezo koop je er nog één dan? Dat ging per ongeluk. Laten we maar gaan kijken. Flap de rol. Hallootjes. Why are we still here? Hallo? Every night, I can feel my leg. Meneer, hallo. Meneer, jou kan ik niet. Kijk. Goedendag, hoi, ik ben Leo. Hoi Leo, ik ben opa John. Maar je mag me ook Johannes Kleene. Nee, ik heet Johannes Kleene, maar de meesten noemen me opa John. Als je nat maakt, blijft je plakken. Dat liep zo goed. Ja, er blijft wel vaker wat plakken. Dat gewoon snel vooruit is gegaan eigenlijk. Ren er in één keer vandoor, ze mag je niet meer, denk ik. Absoluut. Doe eens even normaal, joh. Hij heeft gelijk zo agressief, joh. Nee. Ik weet het nog van de laatste keer. De jeugd zit altijd op zijn telefoon, hè? Echt, hè? Alleen maar de jeugd van tegenwoordig, joh. Ah, joh, ik krijg allemaal appjes binnen, joh. Hij zit weer in zijn telefoon, hoor. Ja, sorry, ik kan niet tegenwoordig gelijk, hè, joh. Ja, sorry. Nou, ik kwam hier gewoon even binnengelopen kijken. Ik ben hier nieuw in de stad, dus ik kwam hier even binnengelopen kijken hoe dit er allemaal uitziet. Want ja, ik... Doe nou eens even nog Dat was hier, we doen alleen. Oké. Leo en John proberen de nachtclub binnen te komen om die mooie meiden te zien. Alleen blijkt het gesloten te zijn en de mannen worden weggestuurd. Gaat dit goed aflopen? Hij zegt dat hij in verbouwing is, dus hij is niet eens open. Dat zegt hij. Er was allemaal mensen aan het verbouwing binnen, zei hij. Ja. Mensen heb ik gehoord van John. Oh, ambulance ook nog binnen. Moet de ambulance, hè? Ja, de ambulance komt hier aan. Wat ook een goede avond, denk ik. Dag meneer de ambulance. Wil je even naar mijn heupen kijken? Dat moet ik toch in het ziekenhuis doen, maar ik moet er weer vandoor, want ik heb een melding. Oh, doei. Oh, hij kwam voor de dames, denk ik. Oh jee, geen dames, ik ben weg. Dus nogmaals, nu dat wel weggaan. Dat wil ik wel. Ik zou je mijn grens laten zien van het pand. Dat is vanaf hier. Ik hoop dat hier tot die oranje pion. Ik hoorde je niet, je liep een beetje weg. Waar wil je dat ik heen ga dan? Ja, dat mag je zelf bepalen als u hier maar niet staat in deze buurt. In de hele buurt? Net zei je dat ik aan de overstand van de weg in deze omgeving. Maar dit is ook de buurt van deze toko. Ik dacht dat dit een etablissement was. Ik vraag je gewoon heel vriendelijk om deze locatie te verlaten. Hey, ik betaal ook gewoon belasting, hè? Doet u dat niet, dan gaat u mij naar het hoofdbureau. Heel gezellig, ik stap alvast even in. John, ik ga met je mee. Oh, gezellig. Meneer Dagert, mag even dat schedeltje aan, eventjes. Even wieboeven. Nee. Zeg meneer, mag de radio aan? Het is nogal saai in deze auto. Ik vind het wel een beetje... Ik ga wel lopen. John, pas op voor die auto's. Pas op voor die auto's. Nee. Even aan de zijkant. Je kan beter op de weg lopen. John, even aan de zijkant. Beter op de weg lopen. Ik ga even mijn auto ophalen. Je auto? Ja, die staat daar nog. Voor die dagclub. Misschien is je open. We kunnen wel even kijken, denk ik. Ik zijn er twee geworden, joh. Even links en rechts kijken, John. Welke kant? Links. Helemaal rechtop, kom maar. Rechts. Oh, oké. Deze kant op. La 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 la. Jongens, wacht even. Hallo Gerrit. Ik wil jullie even zeggen dat als jullie doorlopen, dat jullie aangehouden gaan worden. Dus, mag ik mijn auto niet ophalen? Zijn auto staat daar. Die komt daar net aanrijden, die auto. Of is dat er nog eentje? Dat is al zijn auto. Oké, dus als jullie in de auto stappen en wegrijden, dan niet. En anders anders wordt jullie aangehouden, ja? Oké, dankjewel. John, kom maar. Oh, sorry meneer agent. Geen probleem. Hey, ik heb even zin in een punkie. Heb jij ook zin in een punkie? Ja? John. Ja, wat is er? We moeten doorlopen. Wat? We moeten doorlopen, John. Ik wil even een punkie roken, mag dat niet? Ja, dit... Dat mag niet in de auto, hè? Dan gaat de auto zinken. Nee, wacht even, John. John, we mochten bij de bushalte daar. Tegenover mochten we. Oh, dan ga ik daar wel even roken. Ja, we gaan daar even roken. En John? Ja? Hoeveelste beuk is dat voor jou al? De zesde.
Charles, zou je even een keer stoppen? Ik bedoel, de zesde. Zou je even stoppen, John? Nee! Kunnen we naar binnen, is dat veilig? Oh, ze gaan weg! Mensen, ze heeft hij de deur op slot gedaan, denk je? Ja, maar dat was niet zo heel goed slot. Oké, okay, let's go! Ja, let's go! Kijk, het slot is helemaal niet op slot. Nee! Oh joh! Kijk, gaan we eens even een kijkje nemen. Oh, daar staan de vrouwtjes! Oh, daar zijn de vrouwtjes! Oh, John! Oh. Heb je gelogen? Nee! Heb je gelogen, John? Ik zei het toch? Zo, hé! Hey. Ja, mooi hè? De leuke uit, hè? Ik snap wel dat je elke dag bent, John. Ja, dit is wel echt... ze hebben hier ook bubbelbaden en zo, hè? Bubbelbaden? Maar ik vind het wel raar, want ze zijn aan het verbouwen. Maar overal zie je nog... Hè? Dus overal, ze zijn nog aan het werk hier. Ja. Het is een nieuw maand. Hallo! Nog steeds, er wordt weer de politie bellen dus. Wat? Maar we wouden even een kijkje nemen. Maar wie wordt hier verbouwd dan? Wie was jij aan het verbouwen? Hey, John. Ja? Ik vond die vrouw toch niet mooi? Nou, dan gaan we toch ergens anders kijken. Fijne avond. Dit is wel uw maan, hoor. Je bent aan het verbouwen en er staan mensen hier te werken.